helder. Wat me niet herkent, hè? Oké, we gaan beginnen. Iedereen hier binnen, bedankt voor te komen. Tot nu toe hebben we samen al heel veel beleefd. Island Games, Nieuwjaarsdok, paintballen, karten, tripjes naar de Ardennen, Roosel filmpjes, tot zelfs bekenningstochten in Normandië, is het? Maar deze keer is het heel speciaal. Een trouwfeest binnen de cloud. En niet ten eerste de beste, maar van onze broeders Phil. De dier waarbij dat ze vergeten het woord pijn erin te zetten zijn. De vriend is mijn spons als maag, maar mijn hart van goud. Ten deze trouwt met Christine. Aangezien dat een vrouw is, mag ik daar niet veel van zeggen, dat zou niet beleefd zijn. En ja, wat ik daarvan hoorde, is niet te zeggen. Dus. Het eerste dat ik mag zeggen, is dat ze niet zwaarder is dan een gemiddelde chihuahua dat kabaal kan maken, gelijk als een anabole pitbull. En vermiddels dat onze maat dikker en dikker wordt, zal ze wel goed kunnen koken ook. De rest laten we niet pitten. Verder wat dat huwelijk heeft onttrekken, willen we buiten nog even aan herinneren dat een huwelijk binnen de Holy Church of Freedom, deze is ons kapel, dat is niet zo'n mooie kapel, dat is van ons. Als je dat ooit ontbindt, dat huwelijk, ja, dat gaat normaal gezien gepaard gaan met het amputeren of dichtnaaien van sommige lichaamsdelen. Dus denk aan. Het is heel belangrijk dat je 100% zeker bent, niet 99, 100. Voilà. Dus gang het wel te dat kan weer vast. Daarom geven we wel nog 3 minuten van na te denken. Terwijl het daar muziekstuk op staat, dat een beetje de zwem zijn lijvenstaal symboliseert voor het huwelijk. He, dus we kunnen ook wel eens nadenken, want ja, hangt er echt wel aan vast, hè, Christine. Je kunt nog van lopen, niemand zal het tegenhouden. Nou, dan moet je een goede jukebox. Oh, nog meer goede. It's not.
praten waar hij gaat over. Echt waar. Dus ik heb hem nog een beetje de gematigde noot gepakt. Ik duk in mijn ogen. Ik heb de Willem niet laten zeggen. Dat is zo wat het deftigste. Dus je weet het. Kom, ik ga naar hier. Het is een dag met de hij zingt dit, jongen. Je hebt een korte speech voorbereid, Sven. Justine. Dat is heel kort. Sven, Christine. Ik heb de Sven leren kennen. Eigenlijk als de Svenius Terribulus. We hebben ooit Ivan de Verschrikkelijke gehad, heel lang geleden. Nu hebben we onze eigen Verschrikkelijke. Sven. Jij bent eigenlijk geen Verschrikkelijke. Jij bent een echte knuffel. En ik denk dat iedereen die hier binnen zit, dan maar op te doen. Dat van u dat komt. Nee. Zo'n grote knuffel bij, dat ik van de eerste keer als ik u zag, docht van Jesus Christ, wat is dat voor iemand, joh? Dat is echt zo iemand wat de gewone maanrockganger, ja, schrik van heeft. En toch is dat niet zo. Jij bent echt een keiler met een gouden hart. En iedereen weet dat. En niemand zal het bekennen. Jij staat voor iedereen altijd in de pres. Je zit er ook altijd. Bij alles wat de klant doet, zeg ik de eerste. En gewoonlijk ook de beste. Maar goed, ja. Ik heb de Sven leren kennen eigenlijk op een weekend in Dardenne. En ja, de weer een paar pintjes gedronken, Sven. En de rest was al wat aan het slapen. En de Sven die blijft wakker. En dan ging nog een pintje over, en nog een pintje over. En wij hadden 18 pintjes gaan halen, en daarvan heb ik er 2 gedronken, Sven. Dan wil ik dat toch eens even meegeven. Want als ik dan nog eens een pintje vroeg, dan zei Sven altijd, jongen, daar is er maar 1 meer. Dus ik had zoiets van, ik heb er 2 gedronken, en Sven dus 16, want ik heb die effectief gepeld. Ja. Hoe dieper in de nacht, hoe vroeger in de morgen. Ja, Sven. Dan waren jij een speech aan het geven, jongen. Een rechtse speech. Ongelooflijk. Ik heb er meer heil gehoord dan wat anders. Dus, en ik ben er een paar weken terug gaan wandelen rond Bouillon. En ik heb daar een paar rijderswijnen tegengekomen. Het is dus effectief zo. Die zeggen nu, heil Sven tegen elkaar. Ik wou gewoon maar zeggen, Sven. Jij bent een opperbeste gast. Nu, ik heb ook eens met Christineke geklapt. En die hebben iets opgericht. Die hebben eigenlijk gezegd dat er iets te lang is aan me. En ik vroeg aan haar, wat is er eigenlijk te lang aan de Sven? Ja, zei ze, dat ze daaronder zijn kiltjes moeten zien. Daarmee, ik heb iets meegebracht met mijn beste vriend. En ik wil Christine vandaag nog een keer een goeie dag geven, zodanig dat dat toch effectief in orde komt met u, want al wat te lang is, dat is ook niet goed, zeggen ze altijd. Dus met deze zou ik eens willen, als dat mag van u. Denk ik niet zo. Ik zal de naam natuurlijk zijn. Yes. Ik ga het afronden, want er zijn ook nog een paar mensen vermoedelijk die iets willen zeggen. 36. Sven, moest ik naar Van Vlijven aan Jeannette worden? Ja. Dan zou ik geen man worden. Maar ik zie ze als schudden. Nee? Ook niet? Nee. Ik kan niks goed doen vandaag. Dat was het. Mag ik aan een dikke knuffel geven? Kom maar, Taken. Je zit achter mij de nederige toog. Toog. Ik spreek met Christine. In ieder geval, Louis Proficiat met een huwelijk. Dan spel ik hem voor de rest van de wereld. Misschien een getatoeëerde zon. Maar voor ons is het gewoon spinnetje. We zijn een toffe kruider met net van gaat. Iedereen in onze klant weet dat je er altijd zo samen voor iedereen. Dat je altijd je best wilt doen. En dan die nacht in Dardenne, zoals Willem al zei. En in de speech gaan we van hier tot in Schotland. Dat even zijn gaan lopen.
En dat gaan we ons de hele nacht echt lekker houden. En dan, ons Christineke. Ik heb je leren kennen als een toffe madame. Soms een hele grote mond, maar dat pakken we wel. Ja, wat ik wil voor de rest van kunnen is veel liefde, vriendschap, geluk en vooral vrijheid. Oké, dat was het tweede dat hij heeft te zeggen, dat is betrouwelijk. Omdat bij ons allemaal het woord vrijheid, vrienden, wat erop staat, het is vanavond een rekening op van Iron Man, maar ik ga die versie wel inkorten, want die duurt echt een minuut. En zolang kan ik me niet serieus houden. Shame, but the land of the free has returned in chains, and I know what I want.
with the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. With the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. With the land of the free. Ja, Christine, moet te beginnen met jou. Haar dame te overhouden, dan gaat de nacht zo verborgen, dat gaat te lang duren. Dus dat gaan we niet doen. Sven, ah, ken ik zo lang nog niet. Kijk, Sven, Christine, de geboorte van de klan is 9 jaar en 2 maanden geleden geweest. Toen we samen voor de eerste keer meededen aan Diamond Games in Mechelen, we bakten er echt wel geen klote van, ja, vooral met een lezer. Maar dat veel plezier, ook met een lezer. Dan alle andere klanten samen. We waren al snel de pro's te pakken van de beste en tofste klant. We waren experten in het vals spelen, in het irriteren van mensen. Dit, ja. Sindsdien. Geloof me op mijn concentratie. Hè. Sindsdien groeide dat gestoord zootje ongeregeld uit. Altijd maar dichter en dichter gezeten aan hun hè? Want was dat ook helemaal ongeregeld. Tot één grote familie. Je hebt dan een dikke baan. Je hebt dan een dunne baan. Je hebt dan een slimme baan. Een paar toerieke baan. Maar die blauwe ratten, die werden er op een maand is opgesorteerd. Klanleden die dat teruggefluiten worden van hun vrouw, maar die zijn ook niet. Dus daar moeten we ook niet aan. Er zitten een paar gelakenissen in de klan. Ze zijn allemaal zot van delen. We hebben allemaal het hart voor elkaar op de juiste plups. We hebben één ding allemaal ook samen, respect en vrede. We eten elke dag respect. Gewoon een grote gestoorde familie. Zo de meeste in de vredentempel liggen. Zijn er geld al niet voor. Christine. Kijk, als ze hem niet lustert. Je hebt mannen zeggen, ik ben aan misdienaar. Lustert, goed hè. Je mag met een bal kloppen, maar dat heeft geen nut. Slaat de flesje bier op die zijn kop kapot. Op het moment dat hem dat zee zet, kan hij mee drinken, die gaat plek braaf zijn. En voor de rest wens ik wel in de toekomst al het geluk en liefde toe. Kom mee, dat kan je stijgen met een bek trekken. Dan komt het ergste. Je kunt er weer van onder, dan moet je wel een echt alien verbinden. Dus, dan gaan we verder. Volgens de wetten van de Holy Church of Freedom. Om te beginnen, Sven. Ja, we beginnen met de man die is. Dat is nu de koning in ons. Dat duurt er wel. Je zult dat koninkrijk moeten verdedigen tegen irritante persoonlijkheden, waaronder bijvoorbeeld duinwaarders, flikken en andere ambetantelijke die dat komen storen voor het een of het ander. Dat is niet gemakkelijk, koninkrijk verdedigen, Sven. Dat is moeilijk. Daarom geef je wel aan een zwaard. Dat je dat een beetje te goed zou kunnen doen. Pak dat aan, dat bent niet. Geen een bang. Je draagt dat ermee. En als dat ooit bloot aanhangt van de een of de andere, begraaft hij het dan, want anders gaat de rest van de klant mee in een bakje. Het van ons gekregen. Dus, zorg dat er weg is. Na, ja, in een kroos geloof ik wel niet, dus ga met op die naam zweren dat je dat zo doet. Handtel pluggen en zeggen ik zweer. Ik zweer. Zeg je? Ja. Oké, okay, etter. Ik zweer. Oké. Okay. Dat zijn dat niet goed? Zo zeg je van. Ik zweer. Ja,
Was het al half gedraaid, had hier nog de helft nog. Christine. Alle vent, de Sven, je weet het. Hij heeft een heel groot bakjes en brede schouders. Maar vergeet niet, in een kruinenkraak is ook een kruiniging. En als je kunt schaken, dan weet je dat de kruiniging de belangrijkste pion is van heel het spelletje. Die kan het niet. Dus? Was niet alleen de baas over het afwasmachine en de volle was, maar er staat ook in zo'n beetje voor buiten afwisseling van onze baas. Want... Zo moeten we een beetje aanleren dat je beer ook kunt delen. 18 blikjes is deelbaar de 2, de 3, de 4. Dat is niet deelbaar de 1. Dat is wel zo'n manier. Dus dat gaat een beetje... En je moet hem ook afleren, van als hij naar de nachtwinkel geweest is en hij is niet op zijn bek gevallen, dat hij van Facebook afblijft. Want daarom werd dat zo'n zwaar. Hij maakt zijn eigen dat onsterfelijk, belachelijk. Dus probeert hem daarmee te stoppen. En als je kunt, als je isoleert met ze, leg dat dood. Dat je geen hond probeert een tong te draaien. Daar denk ik er niet van. Dat is heel pijnlijk, heel belangrijk. Dus, ik weet dat dat een heel zwaar en onmogelijke taak bijna is. Maar ja, vermits dat gaat smaller zijn dan hem en zo, docht wel aan hun Christine dan ook iets geven. Daarom krijg je nou deze heilige knots. Die met knots. Geloof me, dat is een nazere. Je muit dat met motten, die gaat niet kapot. Gebruik die goed en de snoet als hem op zijn rug slot. Dus, dat is afhullen. Pak die aan, laat er gerust niet gaan als het momentant is. Verder is, ja, dan moet je gaan natuurlijk ook op onze heilige namen zwijgen. Dat gaan we wel horen, denk ik. Ik zweep. Water, jong. Ik zweep. Ik hoor niet. Water. Kom op. Dat is gewoon. Ik zweep. Zo moet dat. Ja, het klopt. Perfect. Dat is al een begin. Oké. Volgens de namen van de Vredelklam zijn we nou gezegend tot vent en waaf. Dat is mechels, hè. Dat is een mechelse klam, hè. Dus, wij gaan nou een beetje rustig aan de loem draaien. En boten wandelen. We zitten dat er wel een leken op dat de Sven gaat horen. En dan ben ik aan het boten wandelen. Het is beter voor dat. Samen niet lekker eten. Kus dat wel. Is dat een kus, man? Oh,
Ik ga niet. Nee. Wat wel. De pastoor mag niet kussen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik heb misdienaar, het mag ook. Ha 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 ha!